Goeiedag, vandaag een nieuwe oppad met Niels in de gemeente Midden-Drenthe. We gaan naar Oranje, daar halen we Claudia Uldriks op. Ze staat bij ons op de lijst. Veel kijkplezier. Goedemorgen, we zijn in Oranje en we zijn bij, bij Claudia. Ja. Kun je misschien jezelf voorstellen wie je bent, wat je doet en waarom je op de lijst staat? Goed, mijn naam is Claudia Uldriks, ik ben 19 jaar en ik woon hier in Oranje. En ik sta dit jaar op plek 8 voor het eerst in de lijst. En ik vind het gewoon heel belangrijk dat alle inwoners zo betrokken zijn. En dat ze allemaal hun stem uit kunnen brengen. Dat ze altijd bij iemand terecht kunnen. Ja, ja. Mooi ook, want je bent natuurlijk vrij jong. Ja. Dus we zien ook natuurlijk op de lijst heel veel diversiteit. Klopt. Van jong tot oud. Nou, dat is onze kracht, denk ik. Met name de expertise van jonge mensen zoals jij dan, die het verschil kunnen maken. Ja, nou, het is gewoon heel erg dat jongeren, zeg maar, van een andere kant soms dingen bekijken. En dat is gewoon heel belangrijk dat dat ook dat niet vergeten wordt. Nee, dat klopt, dat klopt. Hey, wat doe je in het dagelijks leven? Even een indruk voor de mensen. Ik ben student media vormgeven. Ik zit in jaar 2. En eigenlijk ga je in jaar 2 een beetje bekijken wat je nou eigenlijk wil. Welke kant je op wil. Het kan natuurlijk heel verschillend zijn. Ik ga een beetje de grafische kant op. Maar je kan bijvoorbeeld ook de videokant of juist meer animatie. Het is eigenlijk heel breed, maar ik ben me nu een beetje aan het verdiepen op de grafische kant. Ja. Leuk. Ja. Hey, ik ben ook wel achter het schip natuurlijk actief, ook al een beetje voor ons. Een beetje het kiezersprogramma heb je natuurlijk al gekeken, gekeken voor ons. Ook onze pijlers waar we voor staan natuurlijk. Ja. Lokaal betrokken. Precies. Wat vind je daar bijzonder aan, lokaal betrokken? Ik vind het gewoon heel fijn dat de bewoners en gewoon dat niet vergeten wordt. En dat je eigenlijk altijd bij ons terecht kan. Ja. Voor wat dan ook. Ook al is het iets kleins, iets groots. Je kan eigenlijk altijd je ideeën kwijt. Ja. Dus eigenlijk zeg jij ook in principe van heel laagdrempelig. Ja. En dat maakt het ook makkelijk de stap om naar ons toe te gaan. Precies. Als er nou iemand, onze fractievoorzitter is of iemand van plek, weet ik veel. Dat denk ik dat het die stap is heel klein eigenlijk. Ja, ja. En dat vind ik ook dat het heel belangrijk is, heel mooi is. Ja. Wat vind je mooi van Midden-Drenthe? Ja, de natuur heel erg mooi en heel erg dat allemaal zo mooi vrij is. Ja, ja. Ja, ja. Het is een grote gemeente natuurlijk ook, met hele mooie dorpen erbij. En, Oranje natuurlijk ook. Het is heel klein, maar toch wel, Je hebt ook best wel veel ook wel, hè? Veel te doen of wel, toch? Nee. Ja, op zich wel. Ja, we hebben natuurlijk voor de jeugd is er wel niet heel veel te doen, maar wel gewoon onderling met groepjes natuurlijk. Ja. Het wordt wel veel georganiseerd, zeg maar. Ook wel, onderling met groepjes vooral heel veel. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk wel belangrijk dat je ook gewoon wel de mogelijkheid om iets te doen, zeg maar. Zeker. In Oranje. Je hoeft je niet te vervelen in ieder geval. Nee. Zit je zelf ook nog op sport of duur of dingen? Ja, ik doe een personal training. Ik ben 20 kilo afgevallen vorig jaar en ik ben er nu mee bezig. Wacht, je bent personal trainer? Of? Nee, ik doe aan personal training. Oké. Okay. Ja. Okay. En bootcamp daarnaast. En een stukje kickboksen. Oké. Okay. Dus ik vind het heel leuk. Ook hier in Midden-Drenthe? Nee, in Assen. Oké. Okay. Ja. Okay. Dat is al wel weer jammer dat het een as is. Dus maar, die knippen weg, lokaal. Ja. Nee, dat kan natuurlijk niet, maar goed. Dat is wel eerlijk. Maar het is knap dat je dat doet trouwens. Dat je zeg maar. Maar je wou het gewoon graag. Je wou graag zeg maar. Echt voor mezelf. Ja. Voelt je nou ook beter door, denk ik, of niet? Ja, klopt. Ja. Oké. Okay. Hey, hoe zie jij je? Nou ja, 16 maart is natuurlijk de verkiezingen. Ja. Heb jij er nog een beeld bij voor jezelf? Volg je het een beetje? De nieuws? Het is natuurlijk voor mij de eerste keer dat ik zelf ook mag stemmen voor de gemeenteverkiezingen. Ja. Omdat ik natuurlijk 19 ben.
ik probeer het zo goed mogelijk te volgen. Het is natuurlijk wel heel veel wat er vaak speelt. En om dat allemaal te volgen is wel heel veel. Maar het is zeker ook voor de jongeren heel goed om je daar een beetje in te verdiepen. Dat je dan toch een beetje weet wat er in je gemeente speelt. En wat je er zelf aan kan doen eigenlijk. Wat je bijdrage daaraan kan zijn. En dan vind ik het wel heel fijn dat ik dat ook kan doen. Ja. Maar ja, dat is ook zo. Persoonlijk ben ik zelf ook vanaf 2018 betrokken bij deze partij natuurlijk. Dat is een mooie partij. Daarvoor ook nooit eigenlijk. Ja, mijn vader die heeft me altijd wel gestimuleerd. Maar ja, dan ga je andere dingen doen. Maar ik merk wel inderdaad, als je dat jeugdig al begint, dat je gewoon veel meer kan dat doen. Dat je daarmee instroomt. Maar ook gewoon dat wij gewoon als partij zijn het verschil kunnen maken omdat jullie erbij zijn. Ja. Dat maakt het ook zo mooi. Denk ik. Ja, vind ik ook. Ja. Praat je ook wel met jeugdige mensen over onze partij? Ja, ik probeer het wel zo goed mogelijk te benoemen. Dat je gewoon, ga echt stemmen. En je kan echt je stem laten horen. Ja, zeg maar. Ja. Dat is ook wel heel mooi dat je dat kan doen. Ook aankaarten van, ga echt die stemwijze invullen. Kijken bij welke partij je past. En dat wel echt een deel uit kan maken. Ja. Kijk, dat is ook mooi, hè? Want je zegt ook gewoon eigenlijk gewoon niet gelijk stemmen op gemeente belangenspeel bij ons. Maar echt gaan kijken. Maar ga stemmen in wat bij je past. Ja. Dat is heel belangrijk. Kijk, dat vind ik mooi. Ja. Vanuit het hart gezegd. Ja. En niet gelijk zeggen van, dat vind ik wel mooi dat je dat zegt. Ja. Hey, en heb je ook nog wel eens, dat vind je ook heel mooi voor onze partij. Kun je even voorbeelden noemen wat je gelezen hebt, wat je gevolgd hebt, dat je zegt van, nou. Ja, we zijn natuurlijk heel erg betrokken geweest bij de nieuwe school in Bijlen. Ja. Dat is ook echt zo'n voorbeeld voor ook de jongeren. Ja. Dat echt goed moet zijn. Ja. Dat goed geregeld is. En dat de jeugd echt een plek heeft waar ze goed kunnen leren. Maar ook om kunnen gaan met hun leeftijdsgenoten. Ja. En daar zijn wij volgens mij wel redelijk betrokken bij geweest. Ja, dat is wel heel fijn. Dat is echt een voorbeeld waar ik van denk van dat pakt hem nou echt wel. Ja, ja mooi. School. Ja, ja. Bijlen. Ja. Hartstikke mooi om jou uit te interviewen zo. Zeker, ja. Heb je nog, want daar eindigen we altijd mee, als je mijn programma's hebt gezien van jou, Ken je het niet? Heb je nog een boodschap voor binnen Drenthe? Ga echt stemmen en geniet heel erg van onze gemeente, want het is heel mooi hier. En wie weet zien we elkaar een keertje en dan kunnen we gerust een keer praten over wat er zoal speelt. Mooi. Ja. Ik wil je bedanken. Ja, is goed. Claudia. Jij ook. Lijst 4. Welke nummer? 8. 8. Ja. Stemmen. Ik kijk en volg je hart. Tot de volgende keer. Ciao. Doeg.